Hartelijk welkom bij het straatvoetbal op 5 mei hier in Helmond. Wij van de organisatie LEF-groep, bijzonder jeugdwerk en JIP. Onder de vlag van de gemeente Helmond en de landelijke straatvoetbalbond SVBN organiseren al voor de zoveelste keer hier het prachtige straatvoetbaltoernooi. 4 velden, allerlei categorieën, 6 tot 9, 10, 12, 13, 15, 16 plus, meiden, alles erop en aan. Een hoop side events, graffiti, panakooi. Het belangrijkste wat ik wil noemen is de inzet van vrijwilligers. Dankzij hun is dit een succes. De jongens die fluiten, de jongens die zijn bezig voor de catering, nou, noem het allemaal maar op. Mooi initiatief is om de buurt erbij te betrekken, dus allerlei lokale sponsoren doen iets mee. Van een kop koffie tot de vergoeding voor een scheidsrechter. En daardoor bedden we het toernooi wat meer in het Helmondse, in de markt. Sponsoren zoals Rooiakkers die een tribune ter beschikking stellen. Nou, noem het maar op. En elk jaar wordt het maar groter en groter en groter. En echt de meerwaarde zoals je ziet voor Helmond, omdat er zoveel categorieën meedoen. En wij willen graag deze traditie voortzetten. Dus veel plezier en kijk maar rond. Nou jongens, we hebben hier een aantal deelnemers en die zal ik een vraag stellen. Jongens, wat vinden jullie van het toernooi? Ik vind het ik vind het heel leuk, want het is georganiseerd en wij mogen hier aan meedoen. En, En wat vind jij van het toernooi? Leuk. Leuk. Ja. En wat vind jij van het toernooi? Leuk. Ja, leuk. Hey, en de tegenstanders, hoe zijn die? Ik vind de tegenstanders matig. Sommige want zijn goed, sommige. Ja, het hangt ervan af. We spelen nou wat tegen ouderen. Bijvoorbeeld, sommige zijn lengte. Lengte hangt er ook van af. Hey, en jullie gaan wel naar de finale in Amsterdam, hè? Ik denk het niet. Kijk, net. Kom zo bij je terug. Ja. Ja, super. En wat vind je er nou van? Best wel leuk. Best wel leuk. Is het moeilijk? Is het goed te doen? Eerst moet je goed oefenen en daarna is het wel heel erg makkelijk. Daarna is het heel erg makkelijk. En hoe lang ben je nou ongeveer aan het oefenen, denk je? Half uurtje. Ja, volgens mij zelfs iets korter. En je bent al goed op dreef, goed aan het rijden. En jullie, vinden jullie ook dat je het goed doet? Ja, netjes hoor. Gaan we verder, blijven oefenen.